En superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we ook weer lekker aan de slag. Het licht kan iets anders zijn, want zoals je achter me ziet is het al donker buiten. Maar ik zat zo vol met inspiratie dat ik dacht, ik ga toch eventjes wat video's opnemen voor jullie. Dus vandaar. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Dan blijf je op de hoogte van alle video's die ik maak. En dan kan je ook het notificatiebelletje aanzetten. En als je deze aanzet, krijg je een melding als er een nieuwe video online komt. En heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog en dan gaan we aan de slag. Wil je het bloemstuk wat ik vandaag maak nog graag wat meedoen? Hieronder in de beschrijving zet ik een linkje waar je het pakket kan bestellen. Voor alle pakketten geldt op is op, dus wees er snel bij. En anders komt er natuurlijk snel weer een nieuwe video online. Waar ook een nieuw pakket bij online komt. Elke woensdag en zaterdag komt er een pakket online. Dus gaan we nu gauw beginnen. Zoals je ziet heb ik een mooi oasetaartje en een onderbord. En wat ik als eerste ga doen is even plastic om het taartje heen doen. Omdat we gaan zoals met hout werken en dan kan het water wat afgeven. Voor de zekerheid doe ik er al altijd eventjes een beetje plastic omheen. Dit zet ik gewoon een beetje vast met wat plakband aan de zijkant. Het gaat er eigenlijk gewoon om dat de zijkant bedekt is met folie. Zodat het niet straks doorlekt. En dan knippen we even het bovenste plastic eraf. Waar het dan een beetje los zit, zet ik hem even weer wat vaster en wat strakker, want het moet er wel gewoon mooi strak omheen zitten. Zo. Dan ga ik jullie even iets dichterbij halen, dan kunnen jullie vandaag precies zien wat ik doe. Dan heb ik hier een mooie slinger met hout en die ga ik er omheen bevestigen. Als je een beetje strak trekt, kan die er net omheen. Het kan een heel klein beetje verschillen, omdat het natuurlijk materiaal is. En daaromheen doen we jutetouw. Met mooie voorjaarsbolletjes. Ik vind het altijd een leuke tijd om ermee aan de slag te gaan. Je kunt echt alle kanten mee op, dus dat vind ik ook zo leuk. En je kan natuurlijk het bolletje heel leuk inwikkelen met wol, dan geeft het een heel mooi effect. Maar vandaag hou ik het mooi natuurlijk. En wat ik daarvoor ga doen is het bolletje haal ik uit het potje. Ik haal het zand eraf, ik haal de worteltjes eraf en ik doe een stokje in de onderkant. En dan kan je hem mooi op oase gebruiken. Deze verwerk ik in het midden. Ik zet er drie in het midden van mijn taartje. En hier gaan we omheen werken. Dit geeft gelijk al een mooi voorjaarseffect. Dan heb ik een mooie galaxblad. En zoals je nu ziet heb je elke keer drie, kun je echt om de drie hyacintjes heen werken. Zie je dat? Je krijgt elke keer aan de zijkant gaatjes. Daar werken we omheen. Dan heb ik bolmos. Dat breek ik en dat stop ik er ook bij tussen. Kijk. En dit kun je vastzetten met een krammetje, maar omdat de takjes net iets hoger zijn, kan je het er ook tussen klemmen. En dat is wat ik nu doe, want dan zie je ook geen krammetjes of zo terug. En die steken we in het midden in en deze buig je en zet je vast achter het touw wat je om de takjes hebt gedaan. En dit herhaal ik
ook aan de andere kant. En als je takje te stug is, kan je hem even vastzetten met een krammetje ertussen. En dit doe ik dus weer op die drie punten. Dan heb ik mooie berengras en dit doe ik nogmaals. Dus ik laat hem van binnen naar buiten. En zet het vast onder het touw. Mooie roosjes. En deze snijden we natuurlijk even goed schuin aan. En dan heb ik groene hypericum. Crasperia bolletjes en ik vind het mooi om hiermee nog hoogte aan te brengen in een stuk vanuit het midden. En deze geeft dan ook gelijk een beetje kleur in het midden. En deze breng ik dus op verschillende hoogtes aan. Speel dus goed met die hoogte en diepte in het stuk. Let altijd goed op dat als je een product in jouw bloemstuk steekt, dat hij heel goed tot zijn recht komt. Dus dat je hem van alle kanten goed blijft zien. Dan heb je aan de zijkant nog een beetje oase zichtbaar en daar doe ik een beetje Tillandsia omheen. Ik vind het grijs ook altijd heel mooi staan in combinatie met het wit. Super mooi, niet te groot, maar wel een apart bloemstukje. Sowieso echt wel sterk, omdat je hem gewoon goed op oase steekt en sterke materialen gebruikt. En het voorjaar in combinatie met het natuurlijke is natuurlijk heel erg leuk. Goed, dan kun je dit pakketje dus bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het kan bestellen. Wees snel bij, want op is op. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken naar deze les. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk gratis. En heb je speciale suggesties, dan kan je dat natuurlijk doorgeven. Dat kan je doen door een reactie achter te laten in de beschrijving. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!